bij een nieuwe WTF TV. In deze aflevering weer genoeg leuke WTF momentjes te zien. We zijn bij de stichting EID geweest, die zich inzet voor allemaal projecten zoals graffiti, breakdance, scratchen. Dus kortom, alles wat met hiphop te maken heeft, zetten hun zich daarvoor in. Maar dat zien jullie zo. Deze week hebben we geen Haagse Johnny, maar we komen wel even op Haagse Johnny terug. Het circus in Den Haag, helaas, is deze week niet gelukt. Komt volgende week weer. Maar mensen, genoeg leuke WTF momentjes inderdaad. Stichting EID. En we gaan nog even backstage, nog even terug naar Parpop. Want een groep, een band, een death metal band, heeft voor ons een paar backstage filmpjes gemaakt. Helaas hadden ze die wat later gestuurd dan de aflevering was. Dus die laten we deze week eens even zien. Maar nou gaan we eens even door. Ons eerste WTF filmpje. En ja jongens, je hebt allemaal verschillende manieren van koken. Maar ja, om op deze manier te gaan koken, lijkt me niet erg verstandig. Alright, okay, so what do you got there on the grill? You got steak, you got chicken, you have hot dog, you have some corn cobs, you got a... Is that a potato there? I don't know. Oh, we got some things on the grill and... I hope we get our independence from France. Alright, here we go. Here it is. Maybe the shield you should put in front of the fire, in between you and the fire. Yeah, okay. All right, look at that. That's quite a... And how long do you cook it like this, Guillermo? Maybe for 2 minutes. How many minutes? 2 minutes. 2 minutes? Okay. Are they ready yet? Maybe you should run in there and check them. No, it's not ready yet. Let's see what we got there. Oh, wow. Let's zoom in on some of that. Wow. Tell us what we have there. This is a hamburger. Well done. Nou, jongens, zoals jullie dus hebben gezien, niet op die manier dus koken. Jullie zullen wel denken, waar is die lange nou? Waar is Reem? Nou, Reem is druk bezig met andere opnames voor WTF TV, zodat we volgende week natuurlijk weer leuke dingen voor jullie hebben te laten zien. We zijn ook bij Stichting EID geweest. Ja, zoals ik net al zei, het is een hele leuke stichting voor hiphop. Om hiphop in een positief daglicht te zetten. Daar zijn we geweest en daar laten we nu aan jullie zien. Zo mensen, we zijn hier zo bij Stichting EID. We hebben een gesprek met Peter Oosterga, een van de organisatoren. En ja Peter, leuk dat we hier mogen zijn. Ja, we zijn welkom. Ja, ja, wat is Stichting EID? Stichting EID is een organisatie die zich inzet voor voornamelijk voor jongeren. En dan met name door de verschillende hip-hop elementen, breakdance, DJ, rap en graffiti. En dat we daarmee een positieve invloed op kids en ook wel ouderen te hebben. En op die manier ook een positief beeld van hiphop proberen neer te zetten door zeg maar op zoveel mogelijk plekken ons te laten zien en onze dingen te doen. Oké, ja, want inderdaad, je hoort meestal als iemand zegt hiphop, inderdaad, dan heb je meteen al het gevoel van blauwe zuiden, vrouwen in bikinis. Ja. En daar willen jullie een ander beeld dus over gaan geven. Ja, kijk, je hebt natuurlijk meerdere kanten van eigenlijk, maar dat is bij alle muziek en er is wel een kant, die zie je vaak ook op tv, maar wat wij vooral willen vertellen is dat hiphop gewoon echt een serieus ding is. En niet inderdaad alleen maar blauwe vrouwen en dikke auto's, maar ook gewoon als je je verhaal kwijt wil of als je je gewoon wel wil uiten, dat hiphop daar gewoon een perfecte cultuur voor is. Want, als je zeg maar niet kan dansen, dan kan je altijd nog proberen te rappen. Als je dat niet kan, dan kan je bijvoorbeeld een graffiti maken of tekenen. Weet je, er zijn verschillende kunstvormen die erin zitten. En veel mensen die kunnen zich in één of soms ook meerdere vormen wel vinden en uiten. Dat vinden we wel belangrijk. Okay. En hoe zijn jullie eigenlijk op het idee gekomen om dit te gaan doen? Dat is in 2003 geweest, dus nu 10 jaar geleden. Toen hadden we eigenlijk het idee, toen hadden we al een paar keer een festival gedaan, Heek Hiphop, en daarvoor wat feest georganiseerd. Maar
zeg maar een soort van verzamelplek voor hiphop in Den Haag te creëren. En toen hebben we Stichting Eid opgericht met dat idee in het achterhoofd. Want het was niet van we richten het op en er was ineens een hiphopcentrum. En toen eind 2007 zijn we eigenlijk doordat we de mogelijkheid kregen op de binnenkomst een locatie voor een aantal uren per week te huren. En er kwam zeg maar een potje vrij vanuit de gemeente. Toen is het allemaal bij elkaar gekomen, zijn we begonnen. En toen 2008 was eigenlijk een soort pilotjaar daar zo. En dat liep eigenlijk hartstikke goed. En toen zijn we gewoon doorgegaan. Want de vraag was er zeker wel. En toen kregen we ook vanuit de gemeente nog steun door middel van subsidie. Zo is het eigenlijk ontstaan in 2007 en we staan nu nog steeds en worden steeds groter. Oké. Ja, want we zijn nu op de Fruitweg. Ja. En jullie zijn dus begonnen op de Winkels in de pand. Ja, en in principe daarvoor hebben we ook nog een aantal keren een pilot gedraaid en dat was bij Samson in Schilderswijk. Maar dat deden we dan gewoon elke donderdagmiddag op donderdagavond een paar uurtjes. En dat was meer ook een test. En we hebben in de Vrije Academie nog in de zomer van 2006 volgens mij 2 maanden gewoon ook een soort proef gedraaid. Of gewoon van laten we gewoon eens proberen. En dat liep ook wel. En zeg maar daarna op de Binkhorst inderdaad echt een soort van vaste locatie toen. Toen groeide het echt uit zijn voegen daar zo. Toen zijn we op zoek gegaan naar een andere locatie en toen zijn we op de Fruitweg terechtgekomen. Oké. Ja. Dat was juist mooi, want hoe beter het groeit, dus spelen het ook voor de stichting. Zeker. Ja. Hebben jullie ook bepaalde doelgroepen qua leeftijd of maakt het niet zoveel uit? Nou, in principe is iedereen welkom. Je ziet wel dat de zwaartepunt een beetje tussen 12 en 24 jaar ligt. Dus maar we hebben ook een man van 54, 55 die nog mee in de spreekdesles. We hebben nog een paar mensen van in de 30 doen mee in de DJ-les. En we hebben dan ook een speciale kids breakdancegroep. Dat is vanaf 5 jaar en dat begint ook steeds meer te lopen. Dus het is in principe, het maakt eigenlijk niet uit hoe oud je bent. Het is gewoon voor iedereen. Ook niet waar je vandaan komt, we hebben hier een kids van. Schilderswijk tot Wassenaar rondlopen. Dus we lopen allemaal door elkaar heen. En we hebben nog nooit problemen gehad. Dus dat zegt wel eigenlijk genoeg over hoe het hier werkt. Zeg maar. Ja. Oké, en als mensen zich dan willen aanmelden, hoe gaat het in zijn werk? In principe kunnen ze of gewoon langskomen. Het is hier niet dat je moet aanmelden van ik kom eraan en dan mag je naar binnen. Nee, je kan gewoon altijd naar binnen lopen. Het is ook niet dat je hier iets moet doen. Je kan ook gewoon hier even gewoon rondkijken, een beetje voelen, tafel vervallen. Van de fotoplay hebben we ook staan. Dus je kan gewoon binnenlopen. Je kan of naar de website gaan www.h3c.nu. Dat is echt voor het hiphopcentrum. En www.eid.nu is echt voor de stichting. Want we hebben niet alleen het hiphopcentrum, maar we hebben ook het Haagse Psyche Platform. Evenementen. Dus we organiseren meer als alleen maar hier de locatie. En we doen ook echt heel veel nog op scholen, kinderdagverblijven, bedrijven, workshops en zo. Via de site kan je ook aanmelden. Maar in principe kan iedereen gewoon binnenlopen. Nou, dat is altijd gezellig dat mensen zomaar binnen kunnen lopen. Ja, en al die links kunnen ze ook vinden gewoon op de website van Eid zelf. Ja, als je naar www.eid.nu gaat, dan zie je ook zeg maar dat is een soort van portal en dan kan je kiezen van ook naar het hiphopcentrum, naar het ziekenplatform, naar het hiphop. Dus dat wijst zich eigenlijk vanzelf. Oké, hartstikke top. Bedankt voor het gesprek. Geen probleem. En mensen, als je geïnteresseerd bent, je denkt van het lijkt me leuk om een workshop om langs te komen. Neem even een kijkje op de onderstaande website. En kom gewoon gezellig langs.
Nou jongens, zoals jullie konden zien, was best wel interessant. Als je denkt van ik wil dat ook doen, ik wil ook bij zo'n workshop meedoen, dan kan je je aanmelden, of in ieder geval voor verdere informatie kan je aanmelden op dit adres. En even gerust kijken daar zo, zoals die man, zoals Peter zelf al zei, kom gewoon langs, kijken, kost geen geld, dus vooral kijken. Gaan we snel door naar ons volgende What the Fuck filmpje natuurlijk. En ja jongens, jullie weten het. Koken met kinderen. Kinderen vinden het leuk om koekjes te bakken. En met moeders of met vaders in de keuken te staan. Maar hou ze wel in het oog. Want het kan af en toe verkeerd gaan. What are you doing? Andrew. Nou jongens, zoals dus jullie konden zien, hou je kind in de gaten als je koekjes gaat bakken. En vooral als je bakmeeuwen. gaan we snel door naar ons volgende What the Fuck filmpje. Ons volgende What the Fuck filmpje is: blijf altijd op de weg en hou het goed in de gaten. Want opeens kun je het gevoel hebben dat de grond onder je wegzakt. One woman got the ride of her life when a giant sinkhole ripped open a road and swallowed her entire car. The images are incredible and it's a miracle. Firefighters were able to pull her out unharmed. ABC's Ty Hernandez has the story. Firefighters reached Knox. They warned her she had to move quickly because the ground was still dangerously unstable. With the help of a firefighter, she was able to climb a ladder to safety. Nou, zoals je dus kon zien, hou altijd de weg in de gaten. Maar ja, het was weer leuk geweest. Weer een paar leuke What the Fuck momentjes waren dat weer. We gaan nou even door naar het volgende. We hebben iemand, Justice heette die. Die heeft een paar backstage filmpjes gemaakt voor ons bij Parkpop. Dit is van het Haags Poppodium was dit, de backstage filmpjes. En ja, laten we maar eens kijken wat hij daar beleeft. Hij zit namelijk dus in een band, zoals jullie hem al zagen, de link, zagen jullie al in beeld komen. Hier is nu nog een keer de link van de band zelf. En ja, je moet ervan houden. Ik vind het nogal, ja, een beetje aan te horen. Maar ik kan begrijpen dat sommige mensen denken van, zo, dat is niet mijn muziek. Maar ja, iedereen zijn eigen smaak. Dan gaan we door naar het volgende, naar weer een leuke What the Fuck filmpje. En dit is namelijk, ja, je hebt mensen die houden van karate trucs, maar dat is goed, maar doe het niet bij een trap, want het kan verkeerd uitpakken.
teraz uderzę piszczelem w drewnianą belę. O kurwa, złamałem piszczel, o kurwa! Zoals je dus kunt zien, leuk, doe karate trucs, vooral leren, vooral oefenen, maar blijf weg van de trap, want je ziet het, je valt zo naar beneden. Maar ja, dat was weer leuk om wat te pakken. Hey. Maar ja mensen, dat klopt niet, want we hebben deze week geen Haagse Johnny tijd. Hoe komt dat? Nou, Haagse Johnny voelt zich de laatste tijd niet zo erg lekker. Hij heeft last van zijn luchtwegen. Dat zou je denken door het blow? Nou nee. Hij is van de trap afgevallen, alweer bijna een maand geleden. Hij dacht, nou dat komt wel goed, maar dat is niet echt goed gekomen. Dus ja, hij zit in een lappenmand. Maar ja, wij van WTF TV willen hem natuurlijk beterschap wensen. Snel beter worden, John. Want we willen natuurlijk jouw what the fuck filmpjes hebben. En jouw what the fuck momentjes die jij hebt meegemaakt. Nou John. Nog even bij deze, nog even de sirene. En we hopen volgende week weer leuke what the fuck momentjes van hem te hebben. Dan gaan we snel door naar ons laatste what the fuck filmpje. Ons laatste, ja onze laatste, jammer genoeg. Het is een korte uitzending, maar ja, we hebben ons best gedaan. En meer dan ons best doen kunnen we niet. En het volgende what the fuck filmpje is namelijk, ja... Je hebt natuurlijk hele grote vrachtwagens met hele lange ladingen. Dan heb je een escorte daarachter. Maar je kan het ook anders doen. Je kan ook een chauffeur bij de achterwielen neerzetten. Dus zien dat het dus wel kan, maar ik heb het nog niet gezien hier in Nederland. Nou, dat was het helaas weer voor deze week. Korte aflevering, maar ja, dat moet af en toe ook kunnen. Remy is druk bezig natuurlijk weer voor nieuwe opnames voor volgende week. En heb jij nu toevallig ook een leuk what the fuck momentje? Stuur het op naar ons e-mailadres of zet het even bij ons op de Facebookpagina. We zijn natuurlijk ook nog steeds bezig met ons verborgen letters, dus het verborgen woord. Heb je deze letters ook weer gevonden met de letters van de vorige aflevering, dan vormt het al bijna een woord. We zijn nog niet helemaal klaar, maar daar geven we jullie wel een seintje voor. Als je het woord hebt, stuur het dan op naar het onderstaande adres en dan winnen jullie natuurlijk onze mooie WTF-mok. Ik wil graag ook natuurlijk iedereen bedanken voor het liken, voor het delen en allemaal. We hebben natuurlijk ook nog steeds ons Twitter-account. Ons Twitter-account is hashtag WTFTV070. Onthoud WTFTV in hoofdletters. Ik zie mensen het af en toe nog fout doen. Maar ja, het kan gebeuren. Daarom blijven we het ook herhalen. Maar ja jongens, dat was het weer voor deze week. Doe rustig aan en tot volgende week! I wanted it! Shit!